Hey, hallo en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. Afgelopen weekend werd de Grand Prix van Japan gereden op het circuit van Suzuka. Een hoogtepuntje denk ik voor veel Formule 1 fans, in elk geval voor mij. Het is een van mijn lievelingsraces, al moet je er vroeg voor opstaan, Johan. Uh, erg vroeg. Ja. wekkertjes de tijd. Wekkertje zetten tijd zet en dan hadden we ook nog zomertijd, maar gelukkig niet in hetzelfde weekend. Ze dus we mogen niet klagen, maar uh, heerlijke beelden. Uh, genoten. Er zijn mensen die vonden het een uh, saaie race. Echter, uh, strategisch denk ik dat er toch wel het nodige uh, aan was, of in elk geval over te zeggen valt. We hebben uh, met name naar de pitstopstrategieën zitten kijken. Veel coureurs op verschillende pitstopstrategieën, éénstoppers, tweestoppers, driestoppers. Um, en dat maakte de race, wat mij betreft, toch wel interessant, ondanks dat we weer uh, dezelfde winnaar hadden als altijd. Ja, nou ja, het podium. Uh, 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 ik denk dat we dit jaar misschien wel kunnen vaststellen dat. Uh, ver per saai. Ver, ver, ver per saai. De nieuwe hambot uh, die ver is. Of uh, <laughs> ja. Hamverbot. Dat kan ook. Hamverbot. <laughs> hamverbot. Die hadden we ook. Hamverbot. Um, nee, ik denk dat we dat was een goed weekend, hè? Een Hamverbot. Een Hamverbot dat was, dat een, was goed een goed weekend. weekend. Ja, en anders ja. hadden we hambot ver. Ja. Dat is een minder, dat, een goed dat, dat minder goed weekend. Ja. Nee, ik denk dat het de vaste volgorde gaat worden. Misschien dat we inderdaad ook al een keer een ver per leg krijgen. Een ver per leg. Een ver per leg. Een ver per leg. klinkt een beetje drama. Nou, het is een kaart hoor. Een verperler. Een ver, -plek. ver -plek. Een verplaak Een verfplek. Ver dat is iets anders. <laughs> nee, um, nee uh, nogmaals, we hebben weer terug in vorm. Maar ik ja. denk dat wat we natuurlijk in Melbourne al een beetje gezien hebben met elkaar is het race achter verstappen eigenlijk altijd het meest spannende is. Ja, ja de, 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 journalisten, de journalisten houden er maar niet over op. Is het nou uh, spannender als we stappen de uitlicht in de eerste ronde... zoals vorige keer? Of uh, maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit? M mij maakt het eigenlijk allemaal niet zo heel veel uit. Het blijft interessant. En met name denk ik het gevecht wat we afgelopen race... achter de, de, de kopgroep uh, zagen. Ja. Uh, Red Bull natuurlijk ongenaakbaar. Overigens, knappe race van Perez. Je kunt merken dat dit uh, duidelijk wel zijn circuitje is... Ondanks dat hij, uh, wat was het, 12 seconden achter uh, verstappen finished. Ja. Uh, denk ik toch een sterk weekend van Perez. Dus uh, die twee laten we maar even buiten beschouwing. Ja. Maar uh, daarachter was het natuurlijk wel heel interessant. Met name omdat de twee Ferraris op verschillende strategieën zaten. Leclerc werd uitgeroepen tot driver of the day zelfs. Mm -hmm. ja. Um, verbaasde mij een beetje, want ik, ik vond toch dat uh, Tsunoda uh, die plek uh, misschien wel verdiend had. Uh, ja, punt in ja. uh, Japan. Dat thuis, was thuis uh, ja. heel lang geleden. Geloof sinds 2007 niet meer uh, dat er een Japanner punten scoort op Suzuka. Klopt, ja. Voor de fans natuurlijk erg leuk, maar los daarvan strategisch ook een sterke race van hem. En uh, ja, Leclerc natuurlijk wel een heel goed weekend en heeft ja. een hele goede race gereden. Jawel. Maar ook een, uh, een spannende pitstopstrategie moet ik zeggen. En uiteindelijk, uh, Science toch de upper hand. Eens. Nou, ja, wat je, het, het even een kleine side note, maar wat ik nog overwogen heb, het zit intussen al weer in april. Mm -hmm. Wat ik nog overwogen heb, maar ik heb niet eens tegen je verteld. Maar mm -hmm. ik heb nog overwogen om een soort van Photoshop te maken van een 3D-print. Van ja. een soort clipje wat je op je tv kunt monteren. Om dan de balk van de, een, dan de, nummering aan te passen. Dat dan verstappen gewoon weggeveegd wordt. <laughs> Dat je Verstappen niet ziet. Ja, dan kun je gewoon schilderstapen bovenaan je, ja, je scherm plakken. Ja, dan ben je dat klaar. Is, dat is het DIY-hack. <laughs> he, die, 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 die doen we al voor Instagram als, uh, als DIY-hack. Wel de sensitive. Maar ik dacht, dan zo'n ja. klik, zo kliksysteempje als je op je tv kunt klikken. Van, uh, nooit meer een Verstappen is. Nooit meer een ja. Verstappen is. <laughs> voor de mensen die het echt willen gebeuren. Kan hè? Nou, ik, ik heb me wel... Want je ziet Verstappen natuurlijk amper in beeld. Maar op het moment dat hij in beeld komt, dat is de finish natuurlijk. Ja. Uh, maar dat vond ik eigenlijk wel een beetje jammer. Want achter Verstappen was op dat moment nog een heel spannend gevecht uh, ja, gaande. En dit is weer een klassieke gevecht. Ja, dat werd helemaal. Dat, nou, één, dat je wegzet om de winnaar te laten zien. Dat snap ik. Hè. We, ja? de, 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 moest, ik had een beetje flashbacks naar Schumacher-era. Die zag je ook eu, de hele wedstrijd niet. En dan ineens, oh, verrek. het is al de laatste ronde. Zag je ineens de laatste rondje rijden? Dat moet natuurlijk wel. Uh, maar wat zo jammer is, is dat ze daarna nog. Ze gingen daarna niet meer even terug. Want nee? er was nog een gevecht. En dat, dat speelde 50 seconden later. Dus. Het is dan, en dan krijgen we publiek en juichende mensen. En dan denk ik, ik snap het, want het is een standaard protocol. Uh, f, ja, van, het is het script, zeg ja. maar, van een Formule 1 race. Alleen ik vind het wel heel jammer, want juist omdat, omdat het rest van het veld op zoveel seconden erachter zit, moet je dat ook uitzenden. Maar het, juist, het, juist, dat is de grap juist. Uh, dit, dit is een klassieke Formule 1 regiefout waar we ons al vaak aan gericht hebben. Dan gaan we een ja. shot van mensen in het publiek. Um, we <laughs> hebben allemaal Alonso en Vettel gemist. Die ja. op, een, op een seconde, ja. wat is, op een milliseconde, van elkaar een foto finish <laughs> dus niet hadden. Live uitgezonden. Um, dit soort dingen gebeuren natuurlijk aan de loop van de band. En dat geeft een beetje aan dat zo'n regie um, ja, niet altijd bovenop de race zit. Um, wat mij verbaast is: ik heb natuurlijk een, een tijdje geleden een special opgenomen met Luc Vichtor van uh, uh, Amazon uh, Web Services, de, de, de sportafdeling uh, uh, daarvan. Ja. Yeah. Um, zij doen ook al die, al die analyses en al die, uh, hoe dicht je bij de muur bent, hoeveel afstand je hebt. En hoe het allemaal met supercomputers uitgerekend Maar hij gaf ook aan dat er ook al geëxperimenteerd wordt met uh, computing in de regiekamer. Dus dat de regisseur ook toegang yeah. heeft tot die beelden. En, al die, en denk ik, elke regisseur van zo'n sportevenement. die deze race volgt, yeah. snapt dat je dus niet dan de shot moet laten zien van de juichende Japanners. Hoe verschrikkelijk. Nee, cool zou ze ook zijn. De, ja, nee, eens de, de, sport, de sport is zo. Verandert. De afgelopen jaren. We klagen wel eens over te veel show en te veel races. En er is van alles uh, over te zeggen, waardoor het een commercieel circus uh, af en toe uh, dreigt te worden. Maar de regie, het script van een Formule 1 race, daar verandert eigenlijk helemaal niks aan. We, we, eigenlijk, ja, we hebben het al eerder over gehad, maar een AI die zou kunnen suggereren, joh. Uh, Alonso en, uh, en Russell, die zaten op, uh, op gevecht, binnen ja. een seconde ja. op, op elkaar. Piastri en Hamilton, die zaten ja. in een gevecht. Dus ja, dat in mij had het heel spannend geleken om in elk geval de laatste bochten van die coureurs. En dat zie je eigenlijk nooit. Nee, dat wordt gewoon niet uitgezonden. En dan denk ik, nou, dat is en, toch zonde. Ja. ja, dat is doodzonde. Ja. Waarom daar nou niks in veranderd? Dat uh, nee, vind ik ook een vreemde. Inderdaad. Misschien is de regisseur toch een beetje bang om zijn. Uh, zijn baan kwijt, kwijt te raken. Ja, dat, zou kunnen, dat, dat, dat euh... zou kunnen. Nee, we zagen, we zagen dit net even terug. Je zei al Charles Leclerc uh, met de twee-stop-strategie. Mm -hmm. zicht van Carlos Sainz. Ja. zijn één-stop-strategie. De afloop in de race, uh, in de, in de cooldown room. In uh, de Mark verstappen podcast zoals we het maar even mogen noemen. Uh, was, er, was er weer uh, veel te praten over die strategie. En mm -hmm. uh, Sainz was blij dat hij dan, dan toch het vrij duidelijk gewonnen had. En ook verstappen zei vrij duidelijk. Nou, volgens mij was het altijd logisch dat een twee-stop sneller was. Uh, maar goed. Uh, Leclerc was wel het voorbeeld van hetgene wat Mercedes had willen doen met hun auto's. Um, hebben natuurlijk het mechanische nadeel, om het zo maar even te zeggen. De auto's zijn niet de snelste op deze baan. Dat werd al vrij snel duidelijk dit weekend. Dat ze gewoon toch een groter gat hebben ten op opzichte van Red Bull dan ze vooraf gedacht hadden. Um, gingen dus ook al vrij snel naar die twee-stops. Uh, gaven die twee-stops gaat heel vrij snel op voor een eenstopper. Um, kudo's voor het, uh, voor het proberen zeg ik altijd. Alleen als je al een langzamere auto hebt en je moet naar een langzamere Wedstrijdstrategie, omdat je langer moet doorrijden op die banden, ja, dan geef je dus er eigenlijk twee keer toe op die, op die performance. Ja, en dan wordt het natuurlijk al heel snel een hele lastige wedstrijd. Zeker als er dan ook geen nieuwe rode vlaggen uh, of, of gele vlaggen of safety cars meer zijn, ja, dan is het uh, heel lastig om, uh, om dan bij het rest van het veld te blijven gedurende dat het gat. En dat zag je eigenlijk al gebeuren, dat ze uiteindelijk dus achter net vissen met hun uh, tactiek. Terwijl ze. Bij een beetje meer mazzel hadden ze wat hoger kunnen finishen met de beide marks. Ja, eens en wat dat betreft heeft Lecler uh, Leclerc en Ferrari in dit geval natuurlijk een uh, topprestatie geleverd, want hij startte achtste. Had ja. een slechte quali. Veel slechter dan, uh, dan Sainz. Um, en dan is het knap dat je nog tot een vierde plek uh, komt Eens? op die eenstopper. Ja. Dus uh, goede prestatie. Ja, en, uh, en goed om te weten. Hè, dus dat, uh, dit is de eerste keer in lange tijd. Volgens mij nou, misschien niet de eerste keer in lange tijd. Maar wel, uh, het is natuurlijk niet, uh, niet de normaalste zaak van de wereld dat Leclerc outqualified wordt door een uh, teamgenoot in, uh, bij Ferrari. Zeker niet door Carlos Sainz, want die, uh, die quali-battle is uh, vrij... Fors in het voordeel van Charles Leclerc. Echter, als we kijken naar uh, podia en winsten uh, in het uh, Formule 1-team van Ferrari, in het rood, dan staan beide heren nu op een gelijke stand sinds ze teamgenoot ja, uh, uh, zijn. Ja, sinds ze teamgenoot zijn. Want Leclerc heeft natuurlijk vijf overwinningen, Precies. maar Goor. nu hebben ze er allebei drie sinds ze uh, met, met elkaar, ja, bij elkaar uh, ja. en, en evenveel podia. Ja. Uh, met andere woorden, het is uh, steeds pijnlijker aan het worden, natuurlijk, uh, het feit ja. dat Carlos Sijns nog geen contract heeft. Aan de andere heeft. kant. Carlos salaris-eisen salariseisen zullen ook per race omhoog gaan op dit moment. Ja, dus, die uh, rijdt hij heeft dan nog wel geen stoeltje, maar het wordt steeds vreemder. Dat die reist is nog naar zijn dus, pensioen. Ja. Nou, we het daar toch over hebben. Uh, even vooruitblikkend op uh, Silly Season. Uh, jij noemt me al even. Sainz moet nog op zoek naar werk. Ik begreep dat Alonso uh, toch een uh, ja, uh, uh, goed weekend. Start de vijfde wordt uiteindelijk zesde. Voor Alonso is dat natuurlijk niet goed genoeg. Die baalt daar toch een beetje van. En dan met name het. Uh, het gat wat hij heeft op de kopgroep, hij ziet dat er geen aansluiting is dit seizoen, daar maakt hij zich zorgen over. Um, in de nieuwsberichten lees ik dat Alonso zijn vizier alweer heeft gezet op mogelijk een plek bij een ander team. Ja, kijk maar, uh, Alonso's contract eindigt natuurlijk na het einde van dit seizoen, dus hij mm -hmm. is ook een grote speler in het aankomende Sillyseason. Um, het mooie van Alonso is dat hij uh, heel politiek is, maar tegelijkertijd uh, zo open als een boek uh, op sommige momenten. Of een open boek, niet zo open als een boek, maar hij is een open boek op sommige momenten. Um, in dit geval uh, laat hij na afloop van de race in Japan weer weten dat hij uh, uh, heel erg blij is met de prestaties van uh, dit weekend. Dat de auto veel beter was dan hij gedacht had. Dat, uh, dat ze echt uh, peak performance hebben geleverd. Dat het misschien wel een van zijn beste weekenden was in lange tijd. Van uh, de P5 en de P6. Um, en dat het voor Aston Martin exceptioneel is dat ze om deze plekken strijden met de auto. Want dat is natuurlijk helemaal niet wat ze verwacht hadden. We kijken even terug naar vorig jaar. En ik kijk even hier in de studio achter mij naar de poster van Fernando van Alonso Met de arm in de lucht. <laughs> uh, naar de eerste podia die ze pakte. En het feit dat hij nog zei: van, uh, wat zijn we toch lekker bezig met z'n allen? Uh, en we kunnen, nog veel, we kunnen er nog veel meer uithalen. Intussen heeft hij het vizier alweer een beetje bijgesteld voor Aston Martin. Dat doet hij even voor zichzelf. Hè? Even het vizier een beetje bijstellen voor ze. Nou, het is wel exceptioneel wat ik hier presteer voor Aston Martin. Oh ja. Nou ja. Oh, de teamplayer is out of the window. Nou ja, ik zeg, ik zeg niet dat hij het zo zegt. Hij zegt het <laughs> niet zo. Maar hij laat wel heel duidelijk weten. Hij zegt gewoon heel duidelijk: Aston Martin. Hè, op dit moment, wat we doen met deze prestatie is buiten ten opzichte van wat de auto kan. Nou, dat is steekje Steek Steekje twee is dan als volgt als hij de vraag krijgt: hé, hey, hoe vind je het? En heb je er nog zin in voor volgend jaar? Hè? En dan heb je mee op zoek naar. Wat, wat zijn je ambities voor volgend jaar? Waarop hij heeft aangegeven, oh, nou, het is heel simpel, op dit moment rijd ik 44 seconden achter op de nummer 1. Dus heel veel plezier heb ik er niet in op dit moment. Dat steek je nummer 2. Het is een ondanks feit dat, dus, dat ze wel boven verwachtingen presteren, rijdt hij er wel 44 seconden achter. Het zijn twee signalen om aan te geven richting Aston Martin, jongens. Ik ben op dit moment niet zo heel erg happy met mijn, met mijn plek binnen het team. Um, waarop de verslaggever hem keurig attendeerde op een aantal vrije stoeltjes. Waaronder bijvoorbeeld, misschien moet je Toto Wolffers bellen na dit weekend. Waarop Alonso uh, keurig en gevat reageerde met... Nou ja, volgens mij eindigt Mercedes dit weekend achter me. Dus is dat op dit moment ook niet het meest interessante voor de korte termijn. En die laatste toevoeging, dat vind ik een belangrijke. Hij zegt daarbij korte termijn. Fernando Alonso is niet meer de jongste. Hij weet dat hij contracten gaat tekenen voor korte termijnen. Aha. Dat is onderaan de streep natuurlijk het nadeel van boven de 40 zijn op een gegeven moment. Nou... Um, en ook een hoop voordelen joh. Zeker. Uh, de nadelen zijn dat je contracten steeds korter worden. Ah, het voordeel is dat dat een <laughs> reden heeft dat, dat je ook steeds dichter bij je pensioen komt. Dat is fijn. Um, in zijn geval um, is het zo dat. Um, uh, de, uh, kijk, uh, mocht hij nog iets willen gaan doen, dan is dat in de komende twee jaar. 2026, we hebben het er vaak over gehad. Nieuwe regulaties, we gaan het dus ook nog even over hebben. Um, tot die tijd is dit het veld waar hij zich in beweegt. En, en zijn dit de reglementen waar hij nog in kan. He, waarvan hij zeker weet dat hij mee kan. Vanaf 2026 is het weer de volgende vraag: wat gebeurt er dan? Aan hij is hij eigenlijk gewoon te goed voor de auto waar hij nu in zit? En dat weet hij zelf ook. Zo arrogant is hij wel. Uh, en dat laat hij ook zien. Laten we wel wezen: zijn teamgenoot wordt 12 dit weekend. Dus uh, die doet ook helemaal nergens mee. De kwalificatie was hij, geloof ik, de eerste ronde er al uit. Dus um, nee, het verschil is gigantisch. Alleen Alonso zal inderdaad alleen maar korte termijn kijken. En waar hij eventueel nog heen kan. Misschien dat hij ook wel een beetje opziet tegen die samenwerking met Honda. Die er aankomt, dat heeft hij natuurlijk ook al eerder meegemaakt. Was toen niet echt een gelukkig duo: nee. uh, Fernando en, uh, en Honda. Dus het kan zijn dat hij, daar, uh, dat hij zich realiseert dat dat misschien weer een opbouwproces gaat worden. En dus een slecht seizoen. Daar heeft hij eigenlijk geen tijd voor. Hij wil gewoon instappen in een van de beste auto's. En misschien heeft hij ook wel in de smiezen dat er bij Red Bull eventueel nog ruimte is. Het zou natuurlijk voor de sport mega zijn als we verstappen en Alonso in één team zitten Zet zien. En ik denk dat hij dat zelf zich ook beseft. Hij is ook genoeg fan van de sport ja. om ze te realiseren dat dat gewoon fanpleasing is, tickets verkoopt, kijkzij verstrekt. Ja. Dat, dat is legendarisch. En, en, en hij zou dat zelf ook mooi vinden om natuurlijk tegen de allerbeste te racen. Ik weet niet of het de beste is voor zijn carrière. Uh... Oh, je bedoelt omdat het misschien toch ook afbruik doet? Weet ik niet of hem dat nog uitmaakt. Er komt een moment in je leven dat het je niet meer zo uitmaakt. Hè? Nou ja, hij kan afscheid nemen als twee wereldkampioen die de laatste jaren de top bestormde nee, en het johan. leven zuur maakte. Nee, of hij kan johan. afscheid nemen met de persoon die het slechter deed dan Sergio Perez tegenover Max stappen. Ja, maar dat gaat niet gebeuren, want Alonso is niet slechter dan Sergio Perez. Daar geloof you ik never know. Van. Je nee, weet joh. niet wat er gebeurt. Wat een waanzin. Nou nee. ja, Perez zit intussen alweer in zijn hoeveelste jaar bij Red Bull. Die is intussen natuurlijk wel ook wel gepokt en gemazeld. Hè? En dat zie je ook dit jaar terug. Hij, zegt, hij gaf zelf ook aan na de race dit weekend. Er zingt een ander deuntje, Sergio Perez. Ja, hij heeft zich duidelijk dit Rijd, seizoen gezetteld. op rijdt een ander ritje. Ja, hij uh, rijdt nu voor een tweede plek. Hij rijdt een andere, hij heeft richting. Een andere mindset. In Japan, hij weet, Japan vorig jaar was dramatisch voor. Het hem. hoogst haalbare voor hem, en dat had Bottas zich ook eerder moeten realiseren. Het hoogst haalbare voor hem is een tweede plek in het kampioenschap. Dat is zijn stip op de horizon. Daar moet hij voor werken. Tweede op het podium, tenzij Max uitvalt, moet je eerst worden. Lukt hem niet vorige race. Um, dus ja, dat dat is zijn target. En sinds hij die target heeft, gaat het een heel stuk beter met Perez. Alleen het probleem van Perez vind ik wel. Hij is te wisselvallig. Je moet eigenlijk op elk circuit uh, van goede huizen komen. En er zijn meer coureurs die dat hebben, vind ik. Uh, sowieso uh, Stroll. Die heeft uh, twee of drie races in het jaar. dat hij ineens een beetje meekomt. Of, uh, of vooraan rijdt. En de rest is het gewoon uh, helemaal drie keer niks. Russell vind ik trouwens ook zo'n uh, zo type coureur. Wat hij uh, afgelopen weekend. Uh, hij doet natuurlijk zijn stinkende best. Maar uh, de inhaalmove op Piastri vond ik. Uh, ja, eigenlijk uh, te ver gaan. Te veel hij heeft er geen ja. straf voor gekregen. Maar nou, wat mij betreft uh, had hij die wel verdiend daar. Ja. Ik zie uh, talloze prachtige inhaalacties. Uh, er is heel veel ruimte op dit circuit. Zelfs uh, Logan Sargent presteert het om een keurige inhaalmove uh, in te zetten deze race. Maar uh, Russell lukt het uh, niet. Dus nee, er zijn een aantal coureurs die hebben mij nog niet overtuigd van hun consistentie. Nee. Namelijk dat ze race in, race uit uh, ja, constant kunnen zijn. Iemand Hallo. die dat op dit moment wel echt doet, vind ik trouwens Carlos Sainz. Ja. Eens. Die maakt op mij echt indruk. Dus ik ja. ben heel benieuwd. Het zal vechten worden bij, uh, bij Red Bull om, uh, om dat stoeltje... Het zal voor Perez echt... Ja, aan de andere kant doet Perez het op dit moment gewoon heel goed en heel denk, stabiel. En waarom gaan ze dan veranderen, Johan? Ik denk dat... Uh, bij Ferrari jij, zitten ze vol. Jij noemt Bottas al even net. Maar nogmaals, uh, ik denk dat ze heel goed geleerd hebben van de situatie bij Mercedes. Laten we eerlijk zijn. Uh, de jaren dat Mercedes de coureurs vast had liggen, was er ontzettend veel rust in de tent. Ja. En uh, dat waren ook de jaren waarin ze ja, zo dominant waren. Het kan toch niet zo zijn dat Sainz niet bij een topteam rijdt volgend jaar? Met wat hij dit seizoen laat zien? Nee, uh, dat geloof ik ook niet. En voor Alonso maar... feitelijk ook niet. Alleen die staat een plekje lager in de hiërarchie. Gewoon omdat hij oud is. Ja. Maar qua prestaties horen die beide coureurs eigenlijk in een Red Bull. Nou ja, kijk, Alonso staat lager in de, in de pickorde. Omdat hij op dit moment bij een lager team rijdt. En dus minder om de simpel strijdt. Ja, het. hij is maar, tweevoudig wereldkampioen. Iemand die uh, trouwens echt uh, afscheid uh, lijkt te nemen van de sport. Even side note. Uh, is Daniel Ricciardo. Ja. Die uh, vraag ik me af hoe lang we die nog in de Formule 1-auto ja, gaan ik zien. Ik denk dat hij het publiek land uitzwaaien was. Toen hij afgelopen ook, zondag ja. die race move inzette. Want dat, ja, het is natuurlijk nou, een... Uh, nou, het was een race, race het was een een incident. Maar ja. het komt hem niet goed uit. Nee. Um, het is ook een beetje, een beetje naïef. Ja. Maar um, dus ja, ook iets te veel risico misschien op dat plekje ja, maar Misschien van kant. beide kanten. Nogmaals, het is een racing incident. Ik denk dat het goed is dat het ook zo beoordeeld is. Um, ik denk niet dat Ricciardo daar iets expres doet of deed. Uh, aan de andere kant, het spreekt wel boekdelen over de naïviteit van, uh, van waar hij is. Of misschien juist de, hè, het, het bit tussen de tanden, ik moet zo snel mogelijk weer naar voren komen, wat hij heeft. dat kan natuurlijk ook nog zijn strijdlust zijn geweest. Nogmaals, uh, racing Racing Instant lijkt me een valide punt. Echter, kijkend naar de hele prestatie van het afgelopen weekend. Ja, we moeten eerlijk zijn. Kijk, hij is teruggekomen vorig jaar, gebaseerd, geraakt op Zandvoort. Uh, Heeft toen uh, uh, gezien wat Logan Sargent in die auto kon. Was ook geen hoogvlieger, maar was in ieder geval, hè, liet wat meer potentie zien en wat meer aanvalsdrift, uh, zo links en rechts. De rechts um, als we nu kijken naar Yuki Tsunoda, de afgelopen drie races. Ja, die is gewoon beter aan het seizoen begonnen. Punt. Uh, en als ik dan nu alweer in de media teruglees dat uh, Ricciardo links en rechts laat vallen dat er ook wat mechanische problemen met de auto zijn, ja, dan begint men wel langzaam, maar zeker een beetje het Australische klompje te breken. Dat ik denk, joh, het is de zoveelste keer dat je het op de mechaniek gooit. En dat kan niet altijd. Dus ik ben er bang voor. Ik hoop dat hij in ieder geval dat het seizoen mag afmaken. Maar ik ben er een beetje bang voor, het Bull Canada. Ja, eens. Hé, hey, jij wou het nog even over um, nieuwe reglementen hebben, dingen die er aankomen. Ja, nou, twee het, 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 dingetjes eigenlijk die bij elkaar kwamen na de weekend. Euh, we hebben nu uh, een aantal races gehad. En het veel terugkomend onderwerp blijft toch wel weer dit jaar. Het feit dat de auto's elkaar minder lang kunnen volgen. Hè, de 2022 auto's. Luister nog een keer de leuke special die we daarover hebben. Met, uh, uh, met de mechanics die daar aan gewerkt hebben. Of de engineers, sorry. Uh, Rob Smedley onder andere. Um, die nu-regulatie zorgt ervoor dat we eigenlijk auto's veel dichter bij elkaar konden hebben. We kunnen ons allemaal nog de, de races tussen Verstappen en Leclerc herinneren in de eerste, het eerste jaar dat deze auto's de baan opkwamen. Die tijd lijkt alweer een beetje achterwege. Alle fabrikanten hebben alweer een beetje hun eigen uh, manieren gevonden om een beetje vuile lucht te genereren achter de auto. Um, dat betekent dat het, 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 het volgende een stuk minder wordt. Al. Daarnaast, in de derde jaar van de spec, klaagt George Russell dit weekend over het feit dat zelfs zijn helm naar achteren gedrukt wordt zodra hij in turbulentie komt van een andere auto. Nou, dat is volgens mij iets wat ik nog nooit eerder gehoord heb in, het, in de vorige periode. Maar het klinkt in ieder geval wel niet zo heel erg best. Um, de vraag is, gaat het nog beter worden? Het antwoord is nee, want deze regula uh, regulaties liggen vast tot 2026. Dan komt er een nieuwe aero-regulation. Um, en bij Mercedes hebben ze hun handen al vol met deze reglementen. Laten we hmm. erop stellen. Um, sterker nog, het is zelfs zo erg dat de auto omgekeerd lijkt te functioneren. Dan zou je denken... Dat is logisch, Brits team rijdt ook aan de linkerkant. Doe alles verkeerd <laughs> om. Um, maar het is zo dat Toto Wolf ook heeft aangegeven na het weekend: um, de auto lijkt de andere kant op te bewegen. Zodra we meer downforce geven, waardoor we die zo beter zou beter zijn moeten gaan presteren, wordt de auto slechter. Ja. Um, maar goed, uh, het verhaal is een beetje dat hij ook heeft aangegeven: we kunnen de auto niet afschrijven. Want we moeten door met ontwikkelen. Zeker. Uh, we kunnen de coureurs niet in steek laten. Dit, na na zo'n weekend. We moeten nee, gewoon blijven ontwikkelen. we zullen toch ook iets minder kunnen rekenen. Op de hulp van Lewis Hamilton. Bij het ontwikkelen van die auto. Die is denk ik al een beetje met zijn kop uh, in een rooie overal. Ja. Hij is uh, al een rooie uh, overal. Ja. overal. Hoe gek dat ook uh, wordt. Volgend seizoen. Um, dus ja, dat, dat is natuurlijk ook niet goed voor het team. Nee, ja, goed. Het verhaal is in ieder geval dat ze in ieder geval nog niet de auto kunnen inleveren en kunnen focussen op 2026. En aan de andere kant, tegelijkertijd, ook deze week in het nieuws, misschien ook maar goed ook dat ze nog niet alle ballen op 2026 hebben gegooid. Want wat blijkt, en dat vind ik toch wel, ik vind dit wel weer een van de grappige issues die ik deze week heb gelezen: um, de 2026 specs die staan verschrikkelijk onder druk na een aantal hele opvallende tests in de simulator. Mm -hmm. Wat is het verhaal? 2026 /20 krijgen we ook nieuwe motorreglementen. De mm -hmm. uh, motoren moeten dan 50-50 zijn. Dus 50% motorvermogen, 50% elektrisch. We gaan dus echt naar een full hybrid uh, motoroplossing. Uh, tot misschien wel verdriet van een heleboel echte scheurijzers uh, die naar ons podcast luisteren. Um, maar daarom brilde Formule 1, uh, of de FIA in dit geval, wil een movable arrow segment toevoegen. Met andere woorden, de vleugels kunnen bijstellen op basis van de positie op de baan. Klinkt futuristisch, is het ook wel een beetje? Wat betekent dat nou in de praktijk? Want ik, ik moest zelf ook even een beetje uitzoeken. betekent eigenlijk dat de achtervleugel uitgebreid wordt met een soort extra DRS. Die zodra je in een bord komt, meer uh, downforce kan geven. En zodra je op de rechtstuk komt, kan bijstellen naar een low drag, zodat je meer snelheid hebt. Mm -hmm. Klinkt allemaal fantastisch. Klinkt, eh, klinkt echt als een hele leuke innovatie. Waar het niet, dat de simcoureurs deze week zijn gaan testen met deze nieuwe setup. Mm -hmm. En zelfs op de rechte stukken, de auto's begonnen te spinnen zodra ze het gaspedaal in nou, dat is een goede ontwikkeling dan. <laughs> Sterker nog, uh, het verhaal was dat ze bij de eerste, eerste best bocht die ze wilde insturen, de achterkant gelijk uitbrak en de auto onbestuurbaar was. Nou, top. Dus, uh, nou, Ik uh, zeg uh, terug naar de tekentafel. Terug naar de tekentafel. De enige oplossing die ze nu hebben is langzamer gaan rijden. Want dan uh, blijft de auto wel recht uh, stabiel Ja, rijden. dag. Uh, <laughs> dit is niet de name <laughs> dan, uh, of the game, hè? En dan hadden ze de rondetijden van de gemiddelde Formule 2-auto. Ja, nee, dat, uh, dat, gaan we, dat willen we allemaal niet, Johan. Dat is allemaal niet. Uh... Ik zit nog even na te denken over uh, Silly Season. Om uh, dan uh, nog even de rap te doen voor uh, volgend seizoen. Maar um, ik zie hem zo voor me: um, Carlos Sainz, teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull. Mm -hmm. Dat uh, lijkt mij de meest logische en voor de hand liggende combinatie. Uh, het zijn twee coureurs die uh, qua leeftijd bij elkaar passen, qua marketingpotentie bij elkaar passen. Je moet Carlos Sainz niet laten lopen als je Red Bull bent. Ik denk dat ze best wel hun zinnen daarop hebben gezet. Um, dan kan Fernando Alonso mogelijk plaatsnemen bij Mercedes. Alleen acht ik die kans misschien nog niet zo heel groot. Uh, dan zal hij toch naast een Engelse coureur moeten team plaatsnemen. En bij een Duits team. Ik vind die match met, uh, met Alonso niet zo groot. Aan de andere kant, hij wil volgens mij wel een stap maken. Betekent dat er een plekje vrij is bij Aston Martin? Kan Jaco Perez weer terugkomen? Ja. <laughs> Leuke stille dans toch? Ja. Nou ja, de de Czechopres terugkeer is een uh, is een voor de hand liggende. Uh, ik weet niet hoe hij met, Lance, met Lawrence Stroll is in dit geval, of hij papa Stroll ook zo'n. Uh, hij moest natuurlijk weg, doen. omdat Lance daar kwam, omdat Lawrence en Lance daar kwamen. Ja. Zo werd hij ooit daar uh, gedicht. Ja, ja. En toen zo. zat hij zonder stoeltje. Ja. Maar goed. Um, nah, ja. Het lijkt me een hele stugge. Maar... Nee, het lijkt mij ook een hele stugge. Ik denk dat Alonso misschien nog wel een jaartje blijft besten. Maar, maar ik zou het zo jammer vinden. Ik gun hem een betere. Ik auto. zou het doodzonde vinden als Carlos Sainz... omwille van de contracten voor 2026, volgend jaar in een Sauber moet gaan rijden. Dat ja, zou ik hou wel Hou Op uit uitzeg. Dat is erg. Dat dan Joe, dat er afscheid wordt genomen van Jo. En dat dan waarschijnlijk. Uh, uh, Olli Berman gaat waarschijnlijk vanuit in naar Haas. Is nu het verhaal. Mm -hmm. Dus dan heb je bij Haas gaat er ook niemand heen. De show gaat weg bij Alfa Romeo en mag ze waarschijnlijk bij Haas. Mm -hmm. uh, dus er kwamen ook twee stoeltjes vrij, maar dat betekent dus dat ze geen andere krug hebben. Dan komt daar dus Carlos Sainz naast Valtteri Bottas. Dat is ook leuke marketing. Ach oh, God, jezus. Dat is ook <laughs> leuke marketing. Dat is toch geen combinatie? Ik zie, uh, nou, ik zie Carlos Sainz van staan in zo'n kek, Australisch pakje met een matje Misschien in. Misschien moet de casting agent van Netflix even meedenken over de line-up van de teams. Nou, dat moet er goed komen. Nou, we, we gaan het zien. Er gaat je, in elk geval uh, het een en ander gebeuren. We gaan richting China, we gaan echt geen sprintrace. Ja. Zijn er vijf jaar niet geweest? Wordt lachen. Ja, er uh, wordt lachen, want een hebben we maar, ze hebben maar één vrije training en dan moeten ze meteen uh, aan de bak. Dus je trainen uh, en gas. De enige die daar geen last van zullen hebben zijn. Uh, ik denk dat ze bij Williams misschien beter dat Jesse ze ze in Engeland kunnen houden. Ik denk die met een tandem komen. <laughs> Misschien is het gewoon verstandiger om Logan Sargent niet eens te laten starten. Ja, of al Ab zijn natuurlijk <laughs> er ook in de muur dit weekend. Ik denk dat ze gewoon. Uh, misschien moet James Charles <laughs> zelf in de auto gaan zitten. Oh, maar de enige die daar weinig vast voor zullen hebben zijn Ocon en Gasly. Want, Want? die rijden toch achteraan. En zo, die, die, die hebben ook snelheid. Daar dus. <laughs> heb ik zo over gelachen. Push, push, <laughs> push, push tegen Ocon. En toen kon hij één ronde kon hij voor de rest van het veld rijden. En ja. toen had iedereen hem weer ingehaald. Dat duurde drie rondjes. Toen reed hij weer achteraan. Hey, het schijnt dat ze die dingen willen gaan inzetten bij uh, de volgende boerenprotesten hier in Nederland. Ja, Om de af te blokkeren. Ja, dat kan ik me goed voorstellen. Hey, uh, uh, we ronden hem razendsnel uh, af. Het is ja. een een korte aflevering deze week. Ja, ja, ja. Nou, dat, maar we moeten door. We, we moeten zijn door. al wat later. En, ja. uh, uh, het zijn een hoop races, Johan. We moeten er een hoop review over. Nou. Over anderhalve week zijn we er alweer. Uh, China. De coureurs blijven volgens mij allemaal een beetje daar in de buurt. Uh, ik zag nog veel coureurs in Japan uh, plakken. Maar er zijn er ook die even een uitstapje naar Australië... of een uh, leuk tropisch eiland maken. Max was skiën, hè? Ja, in Japan. Dat, dat mag. Ik, ja. Vroeger stond dat contractueel allemaal. Dat mocht helemaal niet. Ik weet niet dat Jacques Villeneuve een keer ging skiën. Ja. En die, die, die had ook meteen een blessure of zo. Dat mocht helemaal niet. Dat was een groot probleem. Want ik denk dat je op het moment dat je bij Red Bull zegt... je mag geen wintersporten doen of extreem sporten. Nee, maar serieus. Weet ja. je wat, wat het risico is als hij zijn pols breekt of zo? Ja maar ja, je kunt ook lensvol zijn en gaan mountainbiken. Ja, I know. Met zijwieltjes. I know, maar goed. Want hij mag niet zonder pappers Misschien papen. heeft hij, niet onder uh, zijn hij school, Heeft dus. rustig aan gedaan. Of alleen de foto's gemaakt. Dat kan ja, ook. Je kunt ze moeilijk in bubbletje ja, plastic veel uh, rappen. Ja, dat hoor. ben ik een beetje eens. Maar ja. uh. Goed, eh, we gaan afronden. Over anderhalve week de Grand Prix van China. Inclusief sprintrace. Dus niet vergeten, zet het allemaal in je agenda. Er is een hoop uh, uh, twee R kwalificaties. Twee races. Dus eigenlijk twee voor de prijs van één. In het weekend van 19 april. Dan zijn wij er ook weer, of in elk van de afloop van de race. heel graag tot de volgende aflevering van F1 Spoiler.